Namaste. Welkom bij Yoga op Klompen. Welkom bij deze yogales voor totale ontspanning. Dit is een restorative yogales. Vertaald, je zou het herstellende yoga kunnen noemen. Misschien heb je al een paar yin yoga lessen uitgeprobeerd op dit kanaal. Is een hele langzame vorm van yoga. Dit is de overtreffende trap. In restorative yoga, eigenlijk vouwen we ons lichaam in een hoek. En that's it. Daarna doen we helemaal niks. Het is een perfecte manier om het zenuwstelsel en het lijf tot rust te brengen en totaal te ontspannen. Wat maakt de les lekkender? Als je misschien een paar dekens hebt, die kunnen handig zijn. En in ieder geval een paar kussens. Kunnen gewoon de kussens zijn van je bed, kunnen de kussens zijn van de bank, maar iets wat zacht en comfortabel is. Oké, we gaan beginnen. We beginnen in child pose, maar in een child pose waarbij de knieën wijd zijn. En daar is misschien al de eerste deken lekker, om eventueel, als je je knieën heel wijd hebt, net de deken onder je knieën te plaatsen. Kussens komen voor je en je komt rustig voorover op de kussens liggen. Hoofd kan op één wang, hoofd kan op de andere wang. Ik hou mijn voorhoofd in het kussen. Heeft ook te maken met de microfoon. Als je dit een te diepe vooroverbuiging vindt, plaats rustig nog een kussen erop of nog een kussen. Maak het zo comfortabel mogelijk. We blijven hier namelijk een minuut of vijf. Dus hoofd is het kussen. Adem rustig in en uit. En ontspan je. Maak je ademhaling diep. Maak je ademhaling lang. Probeer helemaal door te ademen in je buik. Restorative yoga is fysiek, totale rust. En voor sommigen is het mentaal misschien wel juist een uitdaging. Wat doen namelijk je gedachtes? Als je in een pose zoals dit 5 minuten bent. Komen er allerlei gedachten op in je hoofd en maakt dat je onrustig? Of kan je je overgeven? Je hoofd naar één kant gedraaid hebt, misschien wil je het wel omdraaien naar de andere kant, zodat je een gelijknamige stretch krijgt in je nek. Daarna kan je je ogen weer sluiten en jezelf weer overgeven. Hou alleen je ademhaling telt op dit moment. Thank you.
Laatste paar ademhalingen hier. Schuif de kussens iets naar voren toe. Knieën dicht. En schud even met je benen. Klein beetje meer ontspanning. Oké. Volgende pose is een achteroverbuiging. Dus opnieuw een heupopening. Daarvoor draaien we om. We komen met onze rug tegen de kussens aan zitten. Voetzolen zijn bij elkaar. En we liggen achterover op de kussens. Opnieuw, als je iets meer steun wil, misschien wil je zelfs wel iets meer steun voor je hoofd. Gebruik eventueel een deken of een extra kussentje op je hoofd. Als je het fijner vindt, kan je ook de dekens iets opproppen. En onder je dijen plaatsen. Om iets meer steun op onder je dijen te hebben, zodat je iets minder opening hebt. Ook als je een yogablok hebt, kan dit fijn zijn om hier yogablokken voor te gebruiken. Dus maak de pose weer zo makkelijk mogelijk, zodat jij hier een minuut of vijf kan zijn. Handen kunnen op je buik, handen kunnen op de grond, handpalmen naar boven. Minder stimuli voor je vingertoppen.
top van je handen. Sluit langzaam je benen. Hoofd komt op. Voetzolen zijn op de grond. Schud heel even los. De hele les is een les voor het openen van je heupen. Even af en toe wat ontspanning tussendoor erin brengen. Is niet slecht. Oké, we gaan naar de volgende pose. Microfoon weer terug. Appa. Voor de volgende pose draaien we weer om. Deze houding is flapping fish. Als je wil, misschien een kussen, een beetje naast, of een kussen, een deken, een beetje naast je mat hebben liggen. Waarom? We komen op onze buik liggen met een knie naar de zijkant en onze borst op de kussens. En we brengen die knie hoog op. Elleboog gaat richting de knie. Dus als je rechterbeen uit is naar de zijkant, is je rechter elleboog richting de knie. Linkerhand is op je hand. En je laat je hoofd op het kussen rusten. Dus je bent hier, als je wil, schuif je kussens iets meer naar de zijkant. En je hoofd rust op het kussen of op je handen. Als je het prettig vindt, kan je ook je been strekken. Kijk voor jou wat het lekkerste is. Houd je focus bij je ademhaling. Houd je focus bij de stretch. Als er een gedachte komt, merk hem op, herken hem. Laat hem meteen weer gaan. Zorg dat je niet verstrikt raakt in je gedachten. Gedachten zijn niks meer dan een byproduct van onze mind. We hoeven er niks mee te doen. Met je aandacht bij je ademhaling. Langzaam je been terug te duwen. Kom overeind. Deken naar de andere kant. Kussen in een andere hoek. En dan gaan we naar flapping fish aan de andere kant. Dus linkerknie komt uit naar de zijkant. Linker elleboog is richting de knie. Handen zijn als een kussentje om je hoofd of boven je hoofd. En je rechterwang is op je kussen.
En we ademen hier. Geniet van het niets moeten. Als je wil, strek je linkerbeen naar de zijkant. Maak het recht. Gedachten komen. Herken dat ze er zijn. En laat ze meteen weer los. Laatste minuut. Met behulp van je handen duw jezelf weer langzaam overeind. Oké, perfect. Kom even terug op je knieën zitten. Schud je benen. Klein beetje ontspanning weer. Dan gaan we naar een pose die lijkt redelijk op Janusasana. Houd in. Linkerbeen komt recht. Kussens komen op ons been. Normaal gesproken in een vooroverbuiging hebben we vaak de voet aan de binnenkant van de dij. In dit geval draaien we hem open, knie naar buiten. Dus zorg eventueel weer dat je een deken onder die knie hebt. Dat is vaak lekkerder. We hebben niks gedaan aan warming up. Dus je hamstrings zijn nog niet zo flexibel. Misschien wil je wel iets meer hoogte hebben.
Je kan ook eventueel een kussen dubbel vouwen. Met de kussens lekker dicht bij je, dat je voorover over die kussens kan hangen. En dat is alles. Adem hier. Verder hoef je niks te doen. Langzaam zullen je spieren zich vanzelf een beetje overgeven. Wat meer diepte in de pose toe te staan. Als je daar bent, kan je eventueel een kussen aanpassen. Iets platter liggen. En dan kom je lekker over het kussen heen hangen. Het lijkt alsof we hier niets doen. Eigenlijk is dit de beste manier om aan je herstel te werken. Een Ayurvedisch dokter schreef het ook heel mooi toen ik in India naar een Ayurvedische kliniek ging. Die zei: als je een auto wil repareren, doe je dat dan als die met 100 km per uur over de snelweg rijdt? Of doe je dat wanneer die in de garage staat? Ik zei: in de garage natuurlijk. Het is precies hetzelfde met het menselijk lichaam. We kunnen het menselijk lichaam niet herstellen, niet genezen, als je maar door blijft te rennen. De enige manier om te herstellen is door totaal tot stilstand te komen. Restorative yoga is die stilstand. Breng je bovenlijf langzaam overeind. Rechterbeen gaat naar voren. Op. Je linkerbeen komt naar de zijkant. Dus deken mag naar de andere kant. Knie is weer naar buiten, voet is naar achter. En start weer met het kussen op een manier dat het voor jou fijn is om voorover te hangen. Als we ons lichaam willen laten herstellen, moeten we helemaal niets doen. En helemaal niets doen is eigenlijk helemaal niets doen. Het is een yogales zoals dit. Rustig op de bank liggen.
of een ontspannen boek lezen. Al het andere is een fysieke inspanning of een mentale inspanning. Ook televisie kijken. Stress voor onze mind, stress voor onze hersenen. Social media, heel stressvol. Niets doen is echt niets doen. Niets doen is ook niet reageren op je gedachtes. Gedachtes kunnen met ons aan de haal gaan. Dat leidt alleen maar tot malen en tot stress. Niets doen is een gedachte te laten zijn, erkennen dat die er is. En meteen weer los te laten. Door je te focussen op je ademhaling of de stretch die je voelt. Ons hoofd heeft graag iets te doen. Dus dan geven we ons hoofd iets ontspannends. Ademhaling, stretch. Punt van aandacht. Een heel kalmerend punt van aandacht. Wil, maak je kussen weer wat lager. That's it. Dan geven we ons weer over. Laatste oefening voordat we Savasana doen. Padokanasana, bi. Dus voetzolen zijn tegen elkaar aan. Kussens zijn op je voetzolen. En je komt met je hoofd rusten op je kussens. Je kan de kussens tegen je buik aanbrengen. En dan hier voorover komen. Of je kin is in je kussens. Of je voorhoofd is op je kussens.
We vinden het allemaal fijn om andere mensen te helpen. We hebben eigenlijk meer te geven als we ook de tijd nemen voor onszelf. Ik krijg veel vragen van mensen. Ze zeggen, hoe is het mogelijk om elke dag yoga te doen? En elke dag yoga doen is niks anders als een investering. Het is niet zozeer een investering in jezelf, maar een investering in anderen. Want het brengt jou tot de rust, maakt je blijer, maakt je kalmer, maakt je gezonder. En het houdt in dat je meer klaar kan staan voor anderen. Dus het is niet egoïstisch om een half uurtje per dag voor jezelf te nemen. Het is eigenlijk een cadeautje voor de mensen om je heen. Als jij blijer bent, rustiger, kalmer, straalt het ook uit naar anderen toe. Als zij down zijn, jij bent blij en heb je de energie om hun op te vrolijken. Als zij moe zijn en jij energiek, dan kan je hun helpen. Dus lessen als dit, net als meditatielessen, yin yoga lessen. En zelfs de vinyasa flow yoga lessen. Zijn investeringen in jou. Maar ook in de investeringen in de mensen om je heen. Dus neem dat half uurtje per dag voor jezelf. Betaalt zich vanzelf terug in meer creativiteit. Meer energie, meer focus. Maar ook in de kwaliteit dat je meer te geven hebt aan anderen. Paar ademhalingen nog hier. Inademing langzaam overeind. Oké, laatste pose. Kussen achter je, als je wil. Voor Savasana. Andere kussen kan naar de zijkant. Als je het fijn vindt, pak een deken. Dek jezelf toe. Wapa, met een dekentje. Altijd belangrijk in Savasana. Speciaal voor vata's. Wat vata's, pita's en kapha's zijn, ga ik nog uitleggen. Super interessant. Maar voor nu, Savasana time. Handen langs je lichaam, handpalmen naar boven. Sluit je ogen. Adem diep in door je neus. Adem uit met een zucht. Het enige wat je nu hoeft te doen is te zijn.
Beweeg dan langzaam iets met je tenen en met je vingers. Je armen over je hoofd naar achter, strek jezelf uit. Hou je ogen nog even dicht, rol op een zij. Met je ogen dicht, met behulp van je handen kom je terug tot zit. Breng je handen samen voor je borst. Buig je hoofd richting je handen. Geef je denken over aan je innerlijk weten. Blijf in je handen, creëer hitte. Plaats ze over je ogen. Open je ogen onder je handen. Open je vingers om het licht binnen te laten. En dan mogen je handen weer naar beneden. Heel wit. Oké, dankjewel dat je mee hebt gedaan met deze les. Als je zin hebt om nog meer rustige yoga te doen, is oké, kom maar. Dan klik op de playlist met yin yoga lessen. Wil je überhaupt meer over yoga weten? Klik op de andere playlist. Als je nog niet gedaan hebt, schrijf je in voor het kanaal. Klik op het belletje, dan krijg je een melding als er voor jou weer een les klaar staat. Ik zie je in ieder geval voor de volgende video. Namaste.